Yo, what up, Wilbro's? We kennen het allemaal en we hebben het zelfs al eerder behandeld. Mensen die niet kunnen relaten aan andere mensen. Mensen die zo slecht zijn in het inbeelden van hoe het is voor iemand om iets door te maken. Het enige wat ze doen is het over hunzelf laten gaan. Je kunt bijvoorbeeld aan iemand vertellen: ja, man, ik had laatst zo'n pech. Like, ik miste de trein en toen en het regende en dan... En dan gaat de andere persoon van: ja, dat had ik ook eens. En toen moest ik 20 kilometer lopen. En toen werd mijn rugzak gestolen en mijn mobiel. En toen... En dan zit jij zo van... Ja. Er is dus een hilarische Twitter nog steeds. Die heet: how can I make this about me? Vind jij dit soort video's nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten. Ik heb laatst ook een keer een duimpje omhoog achtergelaten. En het was het leukste wat ik ooit had gedaan. En vergeet ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Bij de 100.000 abonnees gaat mijn haar groen. Hier hebben we bijvoorbeeld een classic. De baby van Cristiano Ronaldo overleden. Grootste pijn die een ouder kan voelen. Dat is niet leuk, toch? Iemand reageert: de pijn toen mijn dochter het christelijke geloof wilde opgeven was een stuk pijnlijker. Alsnog wens ik u rest in peace toe. Mijn dochter is er gelukkig weer op het rechte christelijke pad inmiddels. Je vraagt je af, is dit een grap? Ik wil niet geloven dat mensen zoals zij bestaan. Ik wil niet geloven dat zij een brein heeft. Cristiano Ronaldo doet niet zo kinderachtig. Like, haar dochter had het christelijke geloof opgegeven. Dat is pijnlijker. Maar weet je wat de conclusie is? Of het nou een troll was of niet? Zulke mensen bestaan. Ik voel me een beetje gul op deze paaszondag. Ik geef vandaag $10.000 weg aan een persoon die deze post liked. Ik voel me een beetje zoals Jezus, dat arme mensen helpt. Niet alleen arme mensen willen €10.000. Iedereen wil €10.000. Hoe die ook gewoon daar staat, zo met die Holy Bible. Ah, maar... Ik wil niet geloven dat deze persoon een brein heeft. Wat is zijn ding trouwens? Want zijn profielfoto is ook in een badjas. Draagt hij alleen maar een badjas? Is dat zijn ding? Zulke mensen leven en ik zal nooit begrijpen hoe dat komt. Hier hebben we weer een classic. Gefeliciteerd oma met je verjaardag. En de oma zit helemaal in de achtergrond in de foto. Want God knows dat je een oud vrouwtje op je feet hebt natuurlijk. Je moet natuurlijk eerst laten zien hoe mooi jij zelf bent. Voor potentiële babes natuurlijk. Je kunt niet hebben dat mensen door je feed scrollen en denken: wacht, is zij nou die oude vrouw? Deze guy is boos. Hij zegt: what the fuck, gemeente Utrecht? Uw gemeentereiniging komt langs, stopt, mietet onze buurt boekenkastje in één zwaai tussen het afval in de wagen en peert hem weer. Al jaren hebben we hier zoveel plezier van. Iedereen houdt van ons kastje. We willen hem terug. Hashtag gemeentereiniging. Dus zoals je hier op de foto ziet, dit stond er. Dit was gewoon een boekenkastje. Het idee is dat je er een boek uit mag halen als je er ook een boek in doet. Dat is het idee en zo verspreid je een beetje boeken. Ik vind het wel een beetje een raar boekenkastje trouwens, want het wordt niet, de boeken worden niet beschermd voor weer. Ik blame de gemeentereiniging niet trouwens dat ze denken dat het afval is, want dit, het lijkt alsof je hier af wil. Moet je kijken hier. Wauw, die is mooi. Kijk eens, die is echt mooi. Hier, oh, de buurtbiep. Oh, die is ook leuk. Wat een leukie. Oh, dit is een telefoonhokkie. Oh, wat goed. Die is mooi. Die is mooi. Daar zou ik mijn boek wel in willen stoppen. Hier, oh, dit is ook gewoon... Die is skater. Hier, dit is een boot. Dit kastje is een boot. Wauw. Dat is toch ziek. En dan heb je dit. Maar goed, daar gaat het niet om. Iemand reageert erop. Persoonlijk ben ik helemaal over op e-books. Dat is fijn voor je, Wim. Wat heeft dat te maken met deze post? Deze man is boos dat zijn buurtbiep weg is gehaald. Kom op, dat is toch lullig? Iedereen houdt van ons kastje. Iedereen. Dan ga jij beginnen over e-books? Even je nek bij terugkeer op tv na ziekte. Lag 10 dagen te vergeteren. Vergeteren in bed. Vergeteren? Waarop iemand reageert: ach ja, toen ik bronchitis had, kreeg ik een kuur. Naast de kuur bleef ik zware check roken en kwam van de bronchitis af. Of het verstandig was, is het tweede. Maar ga niet zeuren of kleinzeurig lopen doen. Wat? Het is zo bizar. Zij is een functionerend iemand, weet je, met een hoofd en een brein erin. Als het goed is. Zo kan je niet zijn, hè? Dit is een persoon met een brein. Snap je hoe gek het klinkt als ik dat zeg? Als je naar dit plaatje kijkt en je zit zo van: dit is een persoon met hersens. Oh mijn god.
Oh, je weet het. Dode schietpartij McDonald's Zwolle. Daar heb ik van gehoord. Er zijn natuurlijk doden gevallen daar en dat is vreselijk. Dat is gewoon vreselijk. Ja, ik had het idee om daarheen te gaan. Zijn wij even blij? Oh mijn god. Maar toch lekker witlof hamkaas gemaakt in de oven. Ik ook! Bij ons is het pizza geworden. Het is bizar hoe mensen bij zoiets naar hunzelf willen trekken. Check of je onder of boven het modaal inkomen van 2020 is. Zoveel verdient Jan Modaal, de doorsnee Nederlander, per maand. Waarop Willem reageert... Zit er ruim boven me. Ik heb er ook hard voor gewerkt. Weet je, als je geld hebt, dan wil je dat laten weten, toch? Dan wil je dat gewoon laten weten. Dan wil je een of andere shitty groot huis kopen met 10 kamers die je nooit gebruikt en waar je ook nooit komt. Wat in principe een grote verspilling van ruimte is. Ja, lijkt me gewoon saai. Even eerlijk, als jij veel geld zou hebben, zou jij dan zo'n groot huis willen kopen? RTL Nieuws plaatst, in mei is het 20 jaar geleden dat Fortuin... In mei... Is het 20 jaar geleden dat Fortuin vermoord? RTL, you good? In mei is het 20 jaar geleden dat Fortuin vermoord. Frits Wester en Roel Whatever, vertellen wat zij hebben meegemaakt. Weet je, Wester en Roel die denken... Dit is 20 jaar geleden dat die Pim vermoord is. Laten we even reflecteren op wat ik heb meegemaakt. Waarop iemand anders reageert... Ik was in het zwembad toen ik het hoorde. Nu 20 jaar later... Zwem ik nog steeds 2 keer per week. Wat is dat toch fijn voor jou? Pieter zegt, eerst was ik corona moe, nu ben ik Oekraïne moe. Ik weet nu wel dat de oorlog daar is. Deze Pieterman heeft het gewoon zo zwaar. Ugh, eerst moest ik constant horen over mensen die doodgaan aan corona. En het virus dat de hele wereld op stelte heeft gezet. Ugh. Nu hebben mensen het constant over mensen in Oekraïne die hun huizen verliezen en banen verliezen en familieleden verliezen en... Wat verliezen ze niet? Maar Pieter weet het nu wel, oké? Okay? Burgemeester bezoekt 101-jarige. En staat hij daar? Oh mijn god, wie boeit dat eigenlijk nog, by the way? Like, is de burgemeester nog wel belangrijk? Like, volgens mij heeft Wolfga een burgemeester, maar ik heb geen idee wie dat is. En het boeit me ook niet wat hij doet. Ik voel me als herboren. Oh. Wat een douche met je kan doen. En er zijn er gewoon zoveel mensen in de wereld. Hè? Dan kan ik zeuren over het warm water. En er zijn gewoon mensen die hebben gewoon geen water. Aha. Wat een verschil dat maakt. Echt bizar. Wauw. Jongens, ik kom net onder de heerlijkste douche van mijn leven vandaan. En er zijn gewoon mensen die hebben dat niet. En dat moet ze op het internet zetten. Een bomb shelter voor kinderen in Oekraïne. Ik weet niet wat erger is, het schuilen in de bomkelder of de mondkapjes. Maar ik ga voor de mondkapjes. Dat is toch godverdomme te... De mensheid. At its finest. Yo, besef me net even waar die overval zich momenteel plaatsvindt. Dat ik daar gewoon een overkant gegeten heb. It's crazy. Ik ben vandaag in de stemming om veel mensen te helpen. Mocht je geen avondeten hebben, dan maak ik vandaag Surinaamse nasi. Je mag een bakje ophalen, helemaal kosteloos. Kijk, soms zijn er gewoon goede mensen in de wereld die denken die lieve dingen doen. Waarop iemand reageert, niet mijn ding. Hekel aan reis, fuck reis toch? Reageer dat niet, oké? Okay? Het stormt hier in Nederland. Wat is het weer in jouw land? Hoe is deze foto related aan het weer whatsoever? Moet ik like in die broek de reflectie van het raam kunnen zien? Ik zie toch niet dat het stormt nu? Wilde toch een slopenwijk bezoeken in Brazilië? Vreselijk om armoede te zien. Blij dat ik niet arm ben. Ik kan niet stoppen met luisteren naar het liedje. Wat is jouw favoriete band of artiest? Dan denk je, wat voor foto zou daar nou bij passen? Misschien een foto dat iemand gaat van... Nee, dit is de foto die erbij zit. Wat? Ze laten dingen graag over hunzelf gaan. Ken jij iemand die nou graag dingen naar zichzelf trekt? Laat het me weten in de comments en vertel me een grappig verhaaltje. Ik wil ze lezen en ik wil lachen. Ik zie jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!